Het geheime Sinterklaasrecept In het vredige stadje Pepernotendorp, waar de geur van kruidnoten en warme chocolademelk altijd de lucht vulde, beleefde Sinterklaas een bijzonder avontuur. Het was een dag voor het grote Sinterklaasfeest, en Sinterklaas had een geheime lekkernij die hij het allerliefste had. Diep in het Sinterklaaspaleis bevond zich een magische keuken, waar bakpiet de scepter zwaaide. Bakpiet wist als geen ander wat Sinterklaas graag had. Het geheime recept was echter zo mysterieus dat zelfs de Pieten er slechts flarden van kenden. Op een dag besloot Sinterklaas zijn geheime lekkernij te delen met de Pieten. Het zijn de kruidnoten fluisterde Sinterklaas met een ondeugende twinkeling in zijn ogen. Een speciaal recept dat mijn hart verwarmt. Bakpiet begon meteen aan het magische recept. De geur van kruiden vulde de keuken, terwijl de pieten nieuwsgierig toekeken. Bakpiet voegde geheime ingrediënten toe die alleen Sinterklaas kende: een snufje magie, een lach van blijdschap en een handvol vriendschap. Toen de muffins uit de oven kwamen, verspreidde de heerlijke geur zich door het hele paleis. Sinterklaas kon zijn grimlach niet verbergen. Dit is werkelijk het allerlekkerste, zei hij met volle mond. Nieuwsgierig naar de smaak. Proefde de pieten voorzichtig van de kruidnotenmuffins. Een golf van warmte en geluk overspoelde hen. Het was alsof ze een hapje magie hadden genomen. Die avond deelde Sinterklaas zijn favoriete kruidnotenmuffins met alle kinderen in Pepernotendorp. Het werd een feest vol lekkernijen, gelach en gezelligheid. De kruidnotenmuffins werden een traditie. Een geheim recept dat Sinterklaas koesterde en elk jaar met liefde deelde. En zo werd het geheime Sinterklaasrecept niet alleen een lekkernij voor de Sint, maar ook een betoverende herinnering die de harten van alle pieten en kinderen van Pepernotendorp verwarmde tijdens het mooiste feest van het jaar.